Hoi, ik ben Max Potti en ik ben leraar bij de Universiteit van Tilburg. Daar geef ik les en ik doe onderzoek naar het gebruik van talen in straten, wijken en publieke ruimtes. Als je goed om je heen kijkt, dan zie je verschillende talen in verschillende plekken. In een restaurant, in de straat, in de kerk of in de moskee. Dat kan verschillende redenen hebben. Denk aan cultuur, denk aan religie of gewoon denk aan het verleden. Om een voorbeeld te noemen, waarom denk jij dat op luchthaven Schiphol zowel Engels te zien is? Taal is een manier om te bepalen hoe internationaal een bepaalde stad is. Denk bijvoorbeeld aan de nationaliteiten en aan de talen dat je kunt vinden in grote steden zoals Rotterdam, Amsterdam, Parijs of Londen. En denk aan hoeveel talen kun je tegenkomen in deze zeer superdiverse steden. De gebruikte taal in een bepaalde plek zegt iets over de cultuur van een bepaald gebied. Tijdens een opdracht viel mijn buitenlandse studenten op dat in Nederlandse winkelramen het woord gratis en korting vaak naar voren komt. De grote taalwetenschappelijke vraag dan is: waarom worden deze woorden gebruikt? En dat te maken met de Nederlanders en het feit dat ze zuinig zijn, misschien. De Nederlanders die ik ken, zitten wel wat tussen die echt gierig zijn. Ja. Nee, vind ik niet. Nee. Bent u zelf gierig? Ja. Ja, als jij een gulden zou vragen, zou je niet krijgen. Ik probeer om dit in kaart te brengen met mijn onderzoek over linguistic landscaping. Een moeilijke woord wat betekent talige landschap. Samen met mijn studenten kijk ik in één omgeving welke talen daar er aanwezig zijn. Dit kan leiden tot interessante inzichten met betrekking tot cultuur, superdiversiteit of het verleden bijvoorbeeld. En nu het is de beurt aan jullie. We gaan aan de slag om de talige omgeving van je huis of school in kaart te brengen. We maken dus samen, zoals ik doe met mijn studenten, een linguistic landscape. En ik ga stap voor stap aan jullie uitleggen hoe je dat kunt doen. Stap 1. Ga samen met je leraar of ouders de wijk in. Kijk naar welke talen daar aanwezig zijn. En trouwens, vergeet niet je telefoon. Stap 2. Maak een foto van elke taal dat je kunt vinden in je omgeving. Je kunt deze opdracht ook doen via Google Street View. Stap 3. Terug in de klas of thuis kun je je observaties verder in kaart kan brengen. Stel jezelf de volgende vragen. Welke talen heb je gevonden? Waar heb je deze talen kunnen vinden? Wat is de reden van het gebruik van deze taal of talen in je omgeving? Heeft dat te maken met cultuur? Heeft dat te maken met religie? Of simpelweg om meer aantrekkelijk te kunnen zijn voor meerdere klanten? Stap 4. En nu kun je je onderzoek op een mooie manier gaan presenteren. Veel succes met jouw eerst linguistic landscape onderzoek. Ik ben heel benieuwd naar je resultaat en als je wilt, je kunt het naar mij mailen. En vind je het nou leuk om taal te onderzoeken? Misschien kun je later ook bij Tilburg University komen studeren. Oké, dus hopelijk tot ziens!